Ik had wel een plan. Ik had besloten om een huis te gaan kopen. En ik had dat niet besloten op basis van inkomen of spaargeld. Maar gewoon op basis van leeftijd. Ik dacht, ik ben nu 31, het is tijd. Ik heb gewoon een huis nodig. En ik wist wel, ik heb dat geld niet. Dus ik moest naar een hypotheekverstrekker. En ik kwam daar aan bij de hypotheekverstrekker. En ik had even uitgeprint, zeg maar, een beetje wat mijn inkomsten zijn en zo. En had ik meegenomen. En ik moest daar wachten. Ik moest een nummertje trekken. En ik moest daar wachten. En ik moest ongeveer, ik weet niet, een kwartier, 20 minuten wachten. Maar dit is altijd, als ik moet wachten, dan krijg ik hoop. Dat heb ik gewoon mijn hele leven lang al. Als ik ergens op moet wachten, dan groeit het, weet je. En ik ben sowieso wel iemand die gewoon vrij weinig reden nodig heeft om heel veel hoop te hebben. En ik dacht op een gegeven moment van, ja, misschien krijg ik wel 5 ton, weet je wel. Dat zou kunnen, toch? En ik kwam daar zo binnen en ik had een beetje zelfvertrouwen gegeven. Dus ik gaf hem zo mijn papier en hij zou gaan zitten, ik ging zitten. En toen keek hij zo heel snel even door mijn papieren en die schoof hij zo heel resoluut zo naar de zijkant. Alsof hij daar niks mee kon. En toen ging hij heel lang naar mij kijken. Alsof hij aan mij wilde zien hoeveel geld hij aan mij ging verliezen. En toen zei hij, ja, een ton. 1 ton. Ik woon in Amsterdam. Ik wist, dat is niet genoeg. Maar ja, ik moest een kwartiertje naar huis fietsen. En ik zat zo op de fiets en ik dacht toch ineens van, ja, misschien is alles wat ik ooit gehoord heb over de Amsterdamse huismarkt gewoon niet waar. Weet je wel, misschien, ja, misschien kan het. Weet je wel, misschien heb ik mazzel. Dus ik had toch zin. Ik was thuis en ik ging zo mijn laptop openklappen en toch even naar funda.nl gewoon even invoeren en zo een ton ingevoerd. En dan zag ik die platte grond, best wel veel pijltjes. Gewoon allemaal garages. Gewoon 96.000 euro heb je garage. Dat is... Heb je nog 4.000 euro over voor inboedel? Dat is wat je... Ik heb daar 1 ding van geleerd. Er zijn 14 garages in Amsterdam die ik met mijn hypotheek niet kan betalen. Dat is wat ik weet.